Van harte welkom in de tentoonstelling Surinaamse School in het Stedelijk Museum. Een historisch overzicht over schilderkunst uit Suriname, van ongeveer 1910 tot ongeveer 1980. En het is belangrijk dat we dat doen, denk ik, als stedelijk. Wij hebben natuurlijk al eerder een tentoonstelling gemaakt in 1996 over Surinaamse kunst, maar die was niet zo historisch als deze. En we proberen bij deze tentoonstelling een basis te leggen. Achter mij is een groot schilderij te zien van Erwin de Vries uit 1963. En dat is een van de weinige voorbeelden van kunst van Surinaamse makers die ook gelijk in de collectie zijn opgenomen. Ze werken uit 1963 en is ook in 1963 verworven door het stedelijk. Met deze tentoonstelling willen we aanzetten geven om nog meer werk van Surinaamse kunstenaars in de collectie op te nemen. En uiteindelijk gaat het erom dat we meer stemmiger worden als museum, dat we inclusiever worden als museum, dat we breder worden. En dat we die kunst uit Suriname ook in de kunstgeschiedenis opnemen en als één geheel beschouwen met de overige geschilderde kunst. Het gaat niet om hokjesgeest uiteindelijk. Het gaat erom om uiteindelijk de waardering te hebben voor de kunst die op verschillende plekken in de wereld tegenwoordig ook heel werelds gedacht moet worden. Samen met de gastcuratoren nemen we jullie mee in vogelvlucht door deze tentoonstelling, waarin we aan de hand van ruim 100 kunstwerken van 35 kunstenaars verschillende genres en onderwerpen in de Surinaamse schilderkunst belichten. Samen met de gastcuratoren hebben we vanuit verschillende vakgebieden, vanuit verschillende expertises en persoonlijke ervaringen een tentoonstelling kunnen samenstellen, waarbij we zijn geadviseerd door onafhankelijk publicist en redacteur Chandra van Binnendijk in Suriname. De tentoonstelling Surinaamse School gaat onder meer over de ontwikkeling van het kunstonderwijs in Suriname en kijkt naar de wijze waarop er samenhang en dynamiek is ontstaan zo in de jaren 1910 tot midden jaren 80 tussen verschillende generaties kunstenaars. Het ontwerp waar wij nu in staan is ontwikkeld door Sarana Angelista. En Sarana heeft per ruimte een specifiek kunstwerk uitgekozen dat als uitgangspunt dient voor het ontwerp. En in dit geval geven we een eerbetoon aan de kunstenaar Gerrit Schouten. En hij wordt ook wel beschouwd als de eerste autonome Surinaamse kunstenaar die professioneel actief is in het land. Dit is een prachtige vlinderkast die we lenen in de collectie, uit de collectie van het museum Boerhaven. En in eerste instantie lijkt het een vlinderkast, lijken het echte vlinders opgezet. Maar als je veel beter kijkt, is het een uiterst gedetailleerd werk van papier. In dit geval 107 Zuid-Amerikaanse vlindersoorten. Hij noemde het ook wel boetseren met papier. Ik wens je heel veel kijkplezier bij deze tour. En wij zijn heel trots op deze tentoonstelling en kunnen niet wachten om dat met u te delen. Dit is de zaal over de Gesusses Curiel. Zij werden gezien als een van de belangrijkste fotografen in Suriname aan het begin van de 20e eeuw. In de tijd van de Gesusses Curiel waren er weinig fotografen die zonder onscherpte een foto konden maken. Wat je ook ziet op de foto's is voornamelijk hun artistieke visie. En dat zie je bijvoorbeeld bij de bomen of de familieportretten, dat ze prima dachten over de compositie van de foto. De Gesusses Curiel waren ook eigenlijk hofleveranciers bij het Nederlands Koninklijk Huis. De composities van de foto's zijn zodanig perfect dat je eigenlijk nauwelijks wat merkt van de politieke spanningen, de economische armoede van een samenleving in de koloniale tijd. Nou, dit archiefstuk is een stuk uit de Black Archives. Het is eigenlijk een visitekaartje van Auguste Curiel. En wat je eigenlijk erop ziet is een originele foto uit die tijd. Wat eigenlijk betekent dat het heel erg schaars is, vooral waar zwarte mensen op staan. Welkom in deze zaal. Hier is onder meer het werk van kunstenaar, activist en politicus Wimbos Verschuur te zien. Verschuur is een pionier op vele vlakken. Aan de ene kant was hij tekenleraar, actief in de politiek. Een van de personen die aan de bakermat stond voor de beweging voor autonomie van Suriname. De baas in eigen huis beweging. Daarnaast was hij ook kunstenaar. Zijn kunst staat in schril contrast met zijn werk als activist. Als je zijn werk bekijkt zie je dat het voornamelijk stillevend zijn. Landschappen die de mooie natuurlijke omgeving van Suriname reflecteren. En als je dat vergelijkt met zijn activistische werk, wat je kan zien aan deze bijzondere archiefstukken die we van het Surinaams Museum hebben geleend,
dan zie je een interessant contrast. Hier zie je bijvoorbeeld een mooi pamflet, zelfstandigheid desnoods met wapengeweld. Dat valt te koppelen aan een prachtig zelfportret waarin hij geportretteerd staat met een, in de ene hand een mes, een degen, en in de andere hand een vaas met bloemen. Staat ook wel bekend als een foto met de ondertitel een bloem voor een bloem, een degen voor een degen. En dat kan op verschillende manieren geïnterpreteerd worden. Ja, aan de ene kant kan je de vraag stellen, van, staat het symbool voor ja, de pracht van de natuur van zijn geliefde Suriname? Aan de andere kant het geweld waar Surinamers in die periode dat Wim Bosverzuur actief was, mee geconfronteerd werden. Ja, de periode van het kolonialisme. Hier zie je een mooi werk van Leo Glans, de bananenplantage, gemaakt rond 37, 38. Glans was een van de leerlingen van Wim Bosverzuur. Bosverzuur staat bij vele Surinamers ook bekend als Oom Wim, omdat hij vanuit zijn lessen vol passie vertelde over nou, zijn liefde voor het land Suriname. Dus aan de ene kant heeft hij mensen opgeleid die een belangrijke rol hebben gespeeld in de politiek, maar ook belangrijke kunstenaars, zoals deze Leo Glans. Ik neem u mee naar de zaal van Nola Hatteman. Nola Hatteman werd in 1899 geboren in Amsterdam, echt Amsterdamse. En in 1953 verhuisde ze naar Suriname om daar les te gaan geven. We zien in deze zaal een aantal vroege werken en een aantal latere werken van haar, vlak voor haar vertrek naar Suriname. En in de volgende zalen ziet u werk dat ze in Suriname heeft gemaakt. En dan zie je ook dat onder invloed van Suriname haar stijl ook veranderde. Stilleven met rode kam. En dat is al heel lang in bezit van het Stedelijk Museum. Het Stedelijk Museum heeft 12 werken van Nola. En dit is denk ik de laatste 50, 60 jaar niet meer aan een groot publiek vertoond. Het is typisch een werk in de stijl van de nieuwe zakelijkheid. Kaal, sober en weinig schaduwpartijen. En je zou kunnen zeggen, dit werk is het meest bekende werk geworden van Nola Hatteman. Is ook uit 1930, dus één jaar later, geschilderd dan Stilleven met rode kam. Ook typisch een werk in de stijl van de nieuwe zakelijkheid. En het grappige is dat we pas vorig jaar hebben ontdekt wie er eigenlijk op staat op dit schilderij. En dat is Louis Richard Drenthe. Louis Richard Drenthe was onder andere trompetist en orkestleider. Nola Hatteman heeft een brief geschreven waarin ze vertelt over dit schilderij en hoe het tot stand is gekomen. En het aardige daarvan is dat ze ook vertelt dat Lou, zo werd hij genoemd, voordat dit schilderij verkocht werd aan het Stedelijk Museum, af en toe kwam kijken bij haar in de Valkstraat, daar woonde ze. Met een Surinaamse vriend, om te laten zien hoe goed dit werk geschilderd was. Was hij heel trots op. Wat ook bijzonder is, dat in die brief staat dat hij degene was die Nola Hatteman de ogen opende voor de misstanden in Suriname. Welkom bij de Portrettengalerij. Ik ben blij jullie hierin mee te nemen. Zoals je kunt zien zijn er heel veel portretten boven elkaar gehangen. Het is eigenlijk op een soort salonachtige manier opgehangen. En je ziet hier zowel zelfportretten als portretten van de helden van verschillende kunstenaars. Ik vind het leuk om jullie mee te nemen in één werk. Dat is het werk van Armand Baag. Je ziet het hier. En op dat werk, het is eigenlijk een familieportret. Dus je ziet zowel zijn stiefvader links afgebeeld, George. Zijn moeder, Françoise, in het midden. En rechts Joyce, zijn zus. En het leuke aan dit werk vind ik dat Baag eigenlijk zichzelf ook heeft geportretteerd in dit werk. Dus je ziet hier dat hij zichzelf ook heeft afgebeeld. Je zou ook kunnen zeggen dat het een zelfportret is.
En zo zie je dat alle kunstenaars in de portrettengalerij hele verschillende onderwerpen kiezen. Dus zowel over hun helden, zoals Anton de Kom staat hier afgebeeld, maar ook familieleden of soms onbekende mensen die op straat zijn geportretteerd. Zo zie je dat er heel veel verschillende onderwerpen in beeld komen, zoals eigenlijk ook de verscheidenheid van de hele Surinaamse school in deze tentoonstelling te zien is. In deze zaal staat de decolonisatie van het christendom centraal. Daar gaan kunstenaars op hele verschillende manieren mee om. Maar dit is Noni Lichtveld. En zij heeft een aantal van deze schilderijen gemaakt met Madonna en kind, maar dan van elke culturele groep. En dit is de Maron Madonna met kind. Ja, want waarom kan Christus niet zwart zijn? Ook Telting, Quintus Jan Telting, heeft dat vraagstuk gesteld. En hier zie je een doorboorde man. En het Witte Kruis refereert ook eigenlijk aan de KKK natuurlijk. Het is niet zomaar een zwarte man. Je ziet dat hij de stigmata draagt van Christus. Dus dit is in feite een zwarte Christus. Er is geen kruis, maar hij hangt aan een boom. En dat is weer een referentie van Strange Fruit van Billie Holiday die dat bezong. En als grapje zie je nog een peer op de achtergrond. Dit is een zwarte Christus ook, door Felix de Roy. Hele grote afro heeft hij. En hij is in een zeer... hoe noem je dat? Hij is in een opgewonden toestand, laat ik het zo zeggen. Hij geeft daar ook weer commentaar op het christendom. Want het christendom werd eigenlijk gebruikt, de Bijbel werd gebruikt om de slavernij te legitimeren. Maar ook daarna werd de Bijbel gebruikt om de heidenen, de vrijgemaakte slaven, te kerstenen. En ja, hoe wit is dat geloof? En moet je niet terugkeren naar de Winti, zoals Ed Goodhart dat suggereert. Wat we hier zien is de Maronage in beeld gebracht en ook de zwarte cultuur, dus de Afro-Surinaamse cultuur. Hier zie je een graflegging. De rouwkleur in Suriname is wit. En er wordt net als in New Orleans gedanst met de kist. Je kan zien aan de knie van de voorste drager dat hij een dans doet. En dat is in feite om de ziel ook rust te geven, dat de ziel niet kan volgen. Daarom maak je een zigzag. Dit is een thema wat ik uit de Afro-Surinaamse school heb gefilterd en dat is de vlucht. Dit doek is eigenlijk het topstuk van deze zaal, van Armand Baag. Dit is de graflegging van Bonnie onder toeziend oog van moeder aarde, Maisa, wordt die te graven gedragen. Wat ik heel mooi vind aan dit schilderij is dat het terugblikt naar de vroege geschiedenis van de Maronage, maar dat die ook een toekomstbeeld geeft. Dus ook het afrofuturisme zit hierin. En ja, dat is eigenlijk typisch Baag, dat hij het bovennatuurlijke, de geestenwereld van de Winti in beeld brengt. Welkom in deze zaal waar Jules Chinnafong een van de leidende kunstenaars is. Ik wil jullie graag meenemen naar dit werk, waar deze Chinese slippers op verbeeld staan. En zoals je misschien wel kunt zien, hier in de glinstering ook bij de teenslippers, is het eigenlijk een werk wat zo realistisch mogelijk verbeeld is. Chin die verdiept zich echt in het fotorealisme en probeert ook echt zo realistisch mogelijk zijn werk te schilderen. Chin is eigenlijk een man met allerlei verschillende stijlen. Dus hij maakt ook werk op papier. Hij heeft abstracte werken gemaakt of hele expressionistische werken. Maar dit is wel echt een kenmerkende stijl voor Chin. Wat ook belangrijk is om te zeggen is dat Chin heel erg zich heeft verdiept in het onderwijssysteem in Suriname. Dus ook echt een goede referentie naar Surinaamse school natuurlijk. Hier heeft hij heel veel andere kunstenaars ook beïnvloed, zoals René Tosari. We staan hier bij het werk van René Tosari. Dit is de Libertad-serie van Tosari. Hij spreekt hier in een grafische beeldtaal. Deze doet denken aan
communistische propaganda uit Cuba en uit Rusland. Dit zijn afbeeldingen van internationale vrijheidsstrijders, Anton de Kom. Hier staat bijvoorbeeld, zij waren de fundamenten van de strijd. En dan worden de strijders Kaikuzi, Baron en Boni afgebeeld. En dit beeld is ook geprint op een van de limited edition t-shirts die we uitbrengen in samenwerking met Patta voor deze tentoonstelling. Nou, misschien zie je het al, deze laatste zaal alweer is gewijd aan het hogere. Het is ook een altaarvorm, heb ik voorgesteld, en dat is het ook geworden. Een altaar voor het hogere van elke culturele groep die Suriname rijk is. Dit is Bima bijvoorbeeld van Suki, Irodikromo van Javaanse afkomst. En dit gigantische, ik vind het zo mooi, dit schilderij, verstelt Bima voor. En Bima is een van de Pandava-broers. Dat is ook weer geput uit zijn eigen culturele erfgoed van de Ramayana en de Mahabharata. Deze is ook van Suki Irudikromo. En je zou eigenlijk zeggen, omdat dat heel erg cobra-achtig is, dat dit gemaakt is, het veel traditioneler, voor dat andere werk. Maar het is juist andersom. Hij is in die tijd ook na het afstuderen, hij heeft Rotterdam Kunstacademie gedaan, in Amsterdam heeft hij ook een jaar gezeten. En daarna is hij naar Indonesië teruggegaan om zich helemaal op te laden weer met zijn eigen cultuur. Oké, het was wel heel erg snel. Kom alsjeblieft terug in alle rust, ga dan door die zalen en ik hoop je te zien op zaal dan.